Welkom bij ABFFTV met het programma van het Amsterdams Buurtfilmfestival. Mijn naam is Jan Muijzer en naast mij de initiatiefnemer en creatief directeur Kiebrit Mekonen. Hallo hey. Kiebrit. Hey Jan. Hoi. Hey. In dit festival wat ieder jaar gehouden wordt in de OBA aan de Oosterdok in het centrum, praten wij met filmmakers die afgelopen jaar meegedaan hebben. Kiebrit, wie hebben wij dit keer in de uitzending? Ik heb mijn buurman Rens van der Linden meegenomen of gewoon uitgenodigd voor dit gesprek. Kijk eens aan Rens. Welkom. Dankjewel voor de uitnodiging. Hè? Heel graag gedaan. Hey, wij vragen altijd aan de gasten of ze iets willen meenemen uit hun buurt of iets van zichzelf willen laten zien. Wat heb jij meegenomen? Nou, ik heb iets om te laten zien, heb ik aangedaan. Dat is waar ik vrij mee bezig ben. De groendoeners, de groene buren in deze buurt. Mooie groen. Groendoener, mooi, mooi, mooi. Dus, je houdt je bezig met het groen in de Indische buurt? Ja, probeer van de Indische buurt de groenste wijk van Amsterdam te maken. Ja. Ik ken jou ook in de buurt heel veel met jouw activisme en groen. Ja. Maar misschien is het ook leuk om kort over jezelf ons te vertellen. Wie is het Rens van der Linden? Ben ik, ja, goede vraag. Hè. Nou, ik woon in elk geval 20 jaar in de Indische buurt. Ik woon nu 50 jaar in Amsterdam. Ik ben geboren en getogen in Simpelveld, dat is een mooi dorp in Zuid-Limburg. Mm-hmm. En ik heb ook nog wat van de wereld gezien in de loop der jaren. Gewoon in het buitenland gewerkt. In de ontwikkelingssamenwerking heb ik een aantal jaar gezeten. En de laatste jaar ben ik vooral druk als vrijwilliger voor vergroening van de buurt en voor een zo natuurlijk mogelijk Flevopark. Want ik ben ook nog voorzitter van de vereniging Vrienden van het Flevopark. Dus je hebt ook groene vingers, zie ik? Ja. Kijk, ik heb nog een biologische tuinader onder mijn nagels. En was dat vroeger bij jou thuis ook? Van wie heb je dat? Dat groene interesse in het groen? Ja, van wie heb ik? Ik denk van mijn... Ja, kijk, in Simpelveld wordt allemaal door het groen omgeven. Ik ben heel veel, wel vaak, ook tegen mijn zin in Moestuin gaan wandelen met mijn vader. Verder hadden wij een moestuin. Dus dan als de boontjes rijp waren, dan aten we 2 weken boontjes. En als de rabarber gesneden moest worden, hadden we een hele week rabarber. Maar ik merkte toen ik in Amsterdam ging studeren, dat als ik dan weer op bezoek ging naar mijn ouders, dat het eerste wat ik deed, naar de tuin ging kijken, hoe het groen ervoor stond. Dus blijkbaar miste ik toen toch al, toen ik in Amsterdam studeerde, een tuin. En later, toen ik in de tropen gewerkt heb, heb ik ook altijd een tuin gehad. Daar zie je het gewoon letterlijk groeien. En ik ben in gelukkig bezit van een tuin hier in Amsterdam, in de Indische buurt. Dat kan ook niet iedereen zeggen. Ja. Nee, hey, Amsterdam, Indische buurt, maar dan iets breder, Amsterdam. Wat betekent voor jou de Amsterdam? Tjoh, is mijn moederstad, hè. Zal ik maar zeggen. Dus ik woon hier bijna 50 jaar en ik denk dat ik hier ook niet meer weg ga. Want dat een huisje, een betaalbaar huisje met een tuin is natuurlijk niet zo makkelijk meer ergens te krijgen. Ja. Voor iemand die niet erg kapitaalkrachtig is. Dus, je hebt een tuintje ook? Ik heb een tuin, ja, van 100 vierkante meter. Daar laat ik zoveel mogelijk groeien en bloeien. Ter meerdere eer en glorie van de beestjes. Hoe kom je eraan? Want niet iedereen heeft een tuin in Amsterdam. Nou, nee, heb ik gehuurd. Ik heb een keer een huurhuis gehad en daar zat een betegelde tuin aan vast. Het eerste wat ik gedaan heb, is die tegels eruit gewipt en zoveel mogelijk verschillende planten erin gezet. Hey, maar je komt uit Simpelveld, je woont al 50 jaar in Amsterdam. Ja. Ga een keer terug naar Simpelveld of wat is jouw mooiste plek hier in Amsterdam? Ik ga heel af en toe terug naar Simpelveld. Misschien dat ik daar in de toekomst wat vaker naartoe ga, maar dat is weer een ander project. Mijn mooiste plek in Amsterdam, ja, op dit moment Flevopark. Groen. Het Flevopark, dat is het mooiste park van Amsterdam. Een beetje tegen het Stadsbos aan. Wat mij betreft mag het nog groener worden, nog meer bomen in het Flevopark. Dus Flevopark is veel dichter bij jouw eigen buurt, Indische buurt. Ja. Hoe beschrijf je het, Indische buurt? De Indische buurt, ja. Even kijken, een booming buurt, hè. Een van de 19e-eeuwse wijken die nog volop in de ontwikkeling is. Ja, wat is dan booming? Nou ja, als je alleen de horeca kijkt of tussen nu en 20 jaar geleden toen ik kwam wonen, is wel een heel verschil. Ja. Heel andere soorten zaken. En maar ook veel meer. En,
Het is ook de buurt waar de kraakbeweging heel actief was, hè, om te behouden wat er was. Want, ja. want heel Amsterdam is plat gegooid worden voor nieuwbouw. In de Indische buurt? Ja, ja. Dat heb je niet meegekregen. Ja. Toen woonde ik er nog niet. Nee, vooral wel mee hoor. Ik zie weinig ex-kraakpanden in de Indische buurt, eerlijk gezegd. Het is meer van daarna, dat is stadsvernieuwing. Hebben ze heel veel geleerd van die andere buurten. En in de Indische buurt hebben ze dat redelijk goed aangepakt, sinds 2000 ongeveer. Ja. Daar is de buurt wel op vooruit gegaan. Ja. En ik ken jou wel in de buurt als groen activiste. Of tenminste betrokken herver met groen. Maar ik ken jou ook in de buurt met je camera. En je hebt ook vorig jaar film voor het ABFF ingezonden. Wil je kort vertellen over je eigen film? Nou, ik ben wel een paar jaar geleden voor het eerst met ABFF in aanraking gekomen. Ja, zo'n twee, drie jaar geleden, hè? Ja, ja. En toen heb ik zo'n lab meegedaan en hebben we een film samengemaakt. En die heeft toen vertoond. Maar afgelopen jaar heb ik zelf een filmpje ingestuurd, wat ik helemaal zelf bedacht en gemaakt heb. En dat is vertoond. Dus het is een film over de kruipwillig en dat speelt in het Flevopark. Oké, okay, voordat je alles weggeeft, laten we eerst even naar die film gaan kijken. Gaan we zo praten over die film. Of het goed idee. Is wat je. Ja, oké. Okay. Mooi. Luister naar het geluid op deze stille dag. Voor een stil en rustig Flevopark. Zonder gekke evenementvliegers. De eerste zwemmers zijn er al. Nou, ja, leuke film. Een mooie film. Ja, zeker. Hoe kom je met het idee om dit film te maken? Ja, nou, ik ben dus actief in de Vereniging Vrienden van het Flevopark. Maar opeens was het Nieuwe Diep, dat is dat water wat je ziet.
bevroren. Toen dacht ik, goh, dat gebeurt niet vaak. Laat ik mijn camera meenemen. Ik heb gewoon sinds ik dat lab heb ik een camera. En nou en toe film ik in de buurt. Ja. En toen dacht ik, eerst gewoon die ijsopnames. En toen dacht ik, hey, wacht even. Die kruipwielicht, die kan daar wel tegen al dat ijs. Maar er was er ook een strandje gepland, althans er zat er discussie over. En toen dacht ik, hey, 1-1. Als hij aan het strand was geweest, was die kruipwielig al weg geweest. Hmm. En toen dacht ik, weet je wat, vertel het verhaal van het Flevopark en dat er daar op die plek geen strand moet komen. Vertel ik vanuit het perspectief van die boom. Ja. Zo is het gekomen en dacht ik, oh, dat is wat leuk. Die kruipwielig die voelde zich bedreigd als het ware. Ja. En die willen natuurlijk blijven. Die kruipt steeds verder. Die willen ook groeien. Dan zijn er alle levende wezens willen groeien. Ja. En toen dacht ik, nou, misschien een leuke manier om duidelijk te maken dat we geen behoefte hebben aan nog een pretpark, pretstrand, maar het Flevopark zo natuurlijk mogelijk te houden. Want er is dat al steeds. Een pretstrand. Huh? Er is er alleen. Maar ja, Eiburg heb je stranden, maar. Waarom dan een perceel ook weer in het Flevopark moet, daar zijn wij als vrienden niet voor. Hey, maar je hebt dus in je één keer die film nog gemaakt. Nadat je één keer hebt het lab gevolgd om een beetje te kijken hoe de film gaat. En je kopt de camera en je gaat op pad. Ja, ik had natuurlijk wel iets meer ervaring met filmen. Ik heb wel eens eerder films gemaakt. Ja. Maar niet dat ik alles, monteren bijvoorbeeld. Dat heb ik eigenlijk uiteindelijk mezelf geleerd. Naar aanleiding van dat lab. Ja. En ik heb dus de eerste film. Die ging hier over Uit de Bocht, heet die geloof ik, hè? Ja, Uit de Bocht. Die heb ik samen met Kiebrit gemaakt en eigenlijk heb ik op zijn vingers gekeken hoe die zich monteren. Ja. Dus daar heb ik ook wel wat van geleerd. Maar wat nu, voor het moeilijkste? Nu heb ik zo'n programma gekocht, en nu ben ik het zelf aan het uitzoeken. En wat voor het moeilijkste dan bij deze film? Had je al gelijk een script in gedachten of heb je dat van tevoren voorbereid? Of ben je gewoon dingen gepakt en je ziet dat en je gaat aan de gang? Hoe doe je dat? Nee, ik ben de man die start van een idee. Ja. Een idee is leidend en dan gaan we kijken waar. En aldoende komen ze op nieuwe ideeën en je komt erachter dat werkt wel en dat werkt niet. Ja. Iedere keer leer je weer natuurlijk. En ook, je moet niet te veel pretenties hebben, maar je moet natuurlijk wel ideeën hebben. Ik ga nou iets maken wat mensen boeit. Ja. Maar met deze film die jij nu gezien hebt, hè, dus je hebt ingesproken, het is een soort observatie denk ik. Maar dan heb je ook een tekst, grote tekst tussen. Waarom heb je dat voor gekozen? Nou ja, ik heb dus gekozen voor de hoofdpersoon is de willig. De kruipwielig. Mm-hmm. Die vertelt wat hij zich zorgen over maakt. Dus ja, met die aan die niet kan praten, dan doe ik dat met tekst. Als hij praat, die boom praat met tekst. En dan moet je natuurlijk een beetje grote boom, een beetje grote tekst. Hè? Ja, maar dat is wel een mooi idee, want er is ook een documentaire gemaakt over Amsterdam. En dan heb je een voice-over. Die praat als zijnde Amsterdam, moeder Amsterdam. Ja. En die zegt, vroeger waren er maar een paar mensen, toen kon ik het wel hebben. Maar vandaag de dag komen er miljoenen toeristen en mijn bruggen die kunnen dat niet meer houden. En dan hoor je duidelijk dat het perspectief is van moeder Amsterdam. Ja, dat is ook een keuze. Hè? Maar dat lijkt een beetje op jouw keuze, maar dat wordt dan niet met tekst wat ondergemaakt. Nee. Mooi. Maar kijk, ieder film is wel anders. Ik ben nu betrokken bij een film. Heb ik alleen in eerste instantie het idee geleverd. Het gaat ook over het Flevopark. De oprichter, meester J.P. Thijssen. Ja. Die komt terug in het Flevopark 100 jaar nadat het aangelegd is. Meester J.P. Thijssen, een van de grondleggers van het Flevopark, die komt terug na 100 jaar om te kijken wat er allemaal van zijn mooie park geworden is. Ja. En die maakt zich zorgen over de toekomst. Nou, dit wordt een soort, is een docufictie. Ja. Naar mijn idee, ik speel er ook in mee. Hoe noem je dat? Docufictie? Docufictie, documenteren kan fictief, maar ook fictief. Ja. En als het goed is, gaat hij 22 juni in première. Kijk, het Groenfestival in Wisse Buurt. Dan komt ook in de Groenfestival. Komt op Jeugdland. Ja, 22 juni. En dan gaat de geest, in de geest van J.P. Thijssen in première. En dat kunnen jullie zien als acteur. Ja. Dus op het moment van de uitzending van dit programma, dan is jouw film al in première gegaan. Ja. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Dus, misschien kunnen we het daar over hebben. Ja, het is gewoon mooi, dus de première geweest. En, ik hoop dat jullie hem ook willen uitzenden. Ja, gewoon ABFF Festival van dit jaar. Misschien kunnen we indienen, ja. Dat is eigenlijk Even terug naar deze film. Weet je ook weer, de willige boom in verzet. De kruipwillig in verzet. Ja. Die film is vertoond op verschillende plekken. Ik heb nog een beetje leuke reacties gekregen. Ja, leuk filmpje. Dat zijn de meeste reacties. En ben je wel een beetje tevreden met die heel veel reacties niet. Kijk, het probleem met het geld voor iedereen natuurlijk.
met dit media aanbod. Iedereen die een filmpje maakt, moet zorgen dat het gezien wordt. Het is toen op het filmfestival vertoond, dus er waren aardig wat mensen die het gezien hebben. En ik heb het op mijn eigen YouTube kanaal gezet. Je hebt ook een eigen YouTube kanaal? Ja, ik heb inmiddels wat meer filmpjes. Noem eens even, hoe heet jouw eigen YouTube kanaal? Simpel Plus. Simpel Plus. Ja, Simpelveld. Ik heb ook een stichting Simpel Plus. Dus maar dan even kort en misschien heel duidelijk, je hebt het wel een beetje gezegd. Heb jij nu de volgende plan om bijvoorbeeld de film bij het ABVF in te dienen? Nou, ik denk dat we in overleg natuurlijk met de makers, met de regisseur, de film in de geest van J.P. Thijssen. Ik denk dat dat een mooie kandidaat is al voor winnaar ABFF 2022. Nou, laten we goed. Oh, kijk aan, dat is heel ambitieus. Maar deze heb je dus niet in je eentje gemaakt, maar met de hele regisseur. Daar ben ik het idee en ik speel mee en ik. Ik heb inspraak in de eindmontage. Productie, script en ook. Acteren. Nee, script is niet van mij. Oh, niet van jou. Okay. Idee en ik ben een van de acteurs. Ja. Oké, dan komen we er later op terug. Nu gaat het even over jouw film Kruipbullig in Verzet. Hartstikke leuk. Was een aanleiding om een nieuwe film te maken. Je bent er helemaal ingekomen. Dankjewel voor je komst naar de studio. Dankjewel voor je verhaal. Okay. Tot zover ABFF TV voor vandaag. Dank voor het kijken. Kieper, jij ook bedankt voor je komst. Ja, en tot de volgende uitzending.